Achter mij, dat zijn allemaal 60-plussers. 60-plussers die één keer in de week een partijtje onderling voetballen. Dit is geen walking voetbal. Daar hebben we heel bewust afstand van genomen. Wij noemen het running voetbal. Omdat het walking voetbal, de naam zegt het al, je alleen maar mag wandelen. En wij denken dat oudere mensen niet alleen kunnen wandelen, maar ook nog wel hard kunnen lopen. We denken ook dat het beter is voor de mensen. Het geeft ook minder regels. Het is makkelijk, want je wordt niet afgefloten als je hard loopt. Je wordt niet afgefloten als de bal hoog gaat. Dus we hebben geen scheidsrechter nodig. Wij kunnen het onderling allemaal prima regelen. En vandaar dat wij hiervoor kiezen. Om medische redenen, maar ook omdat we het zelf leuker vinden. Ik zelf doe er al zo'n 10 jaar aan mee. Maar Guus Velders, de trainer, Nestor hier, die doet het denk ik al zo'n 20 jaar. Dus gaat heel goed, ja. Gaat altijd door. Zomer, winter, is nooit een keer dat het afgelast is. Tot mijn 50ste competitie gevoetbald en toen een aantal jaren niks. En nu, zeg maar de laatste 10 jaar, doe ik weer mee met dit voetbal. Veteranenvoetbal. Ik heb vroeger altijd bij het Esmark gevoetbald en mijn vader die woont nog in Lonneke. Dan kom ik woensdagmorgens op de fiets hierheen. Dan ga ik een tijdje voetballen en dan ga ik even door naar mijn vader. Even kijken hoe het daarmee is. Ja. Ik heb tot mijn 70ste altijd wedstrijden gevoetbald. En de laatste 2 jaar hier een beetje de conditie op peil houden en ik fiets veel. En ik moet gewoon zorgen dat je in beweging blijft natuurlijk, op deze leeftijd. Ja, het is geweldig leuk. Het is, je blijft er hartstikke fit door, dat is punt 1. Want je doet echt wel wat en het is ook een leuk uitje natuurlijk zo in de week. Hè? Het voordeel is dat je dus lichamelijk, dus fysiek sterker wordt, beter wordt. En artsen zullen dat constant beamen, dat is altijd goed. En bovendien, het is niet alleen het voetballen, maar je zit ook in een groep bij elkaar. De sociale contacten zijn eigenlijk net zo belangrijk als het voetbal op zich. Het voor die tijd bij elkaar zitten, in de kleedkamer, na die tijd een kopje koffie. Er komt geen bier aan te passen, het is echt oude mannen bij elkaar, maar het is reuze gezellig en ook mensen die ziek worden of geblesseerd raken, die worden gesteund, die krijgen een bloemetje, krijgen even bezoek, dus het is meer dan alleen voetballen.